Nou, dit zijn oesterzwammen. Deze komen uit een wat koudere omgeving. Dus dan zie je dat ze heel erg donker worden. Als de temperatuur rond het vriespunt is, dan kunnen ze echt pikzwart worden. Maar de oesterzwam is niet anders. Hij wordt alleen maar steviger en lekkerder van smaak. En what are we making here, Nick? Oh, José, wat zijn we aan het maken hier? Heb je een bepaald recept? Nou, dat ga ik proberen om de uitjes gewoon te bakken samen met oesterzwammen. Uh-huh. Ik heb het zelf thuis geprobeerd te eten en die ging hartstikke lekker. Oké. Okay. Ja. Nou, het recept volgt, als het succesvol is, volgt het recept snel.